Een van de voornaamste doelen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is de aanpak van de wegen in ons land. Momenteel zijn de werkers van het ministerie bezig met werkzaamheden aan de nieuwe Charlesburgweg en de Kalkbranderstraat. Wij brengen u het volgende. Mevrouw Rachel, kunt u ons aangeven welke werkzaamheden hier te Charlesburg worden uitgevoerd? Ja, op dit moment wordt aan de Charlesburg door de aannemer Kuldiep Singh Infra rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Ze werken op verschillende fronten, zoals u gemerkt hebt. Hier ter hoogte van de Kwattenweg, iets verderop, er zijn drie locaties waarbij ze eigenlijk werken. En wat eigenlijk de bedoeling is van deze werkzaamheden is dat de Charlesburgweg, en dat is vanaf de Kwattenweg tot en met de Ringweg Zuid, de volledige structurele aanpak daarvan zal plaatsvinden. En wat men bedoelt met de structurele aanpak is dat de bestaande wegverharding verwijderd zal worden, er een nieuwe wegfundering aankomt en dat je uiteindelijk hier een nieuwe asfaltweg hebt van ongeveer 6 meter, of niet ongeveer, het is 6 meter breed, met aan weerszijden voetpaden van 2 meter breed. Hoe verlopen de werkzaamheden tot nu toe? De werkzaamheden tot nu toe verlopen nu wel vlot, omdat we de weersomstandigheden mee hebben. In het begin, de mensen hier, de buurtbewoners, zullen wel gemerkt hebben dat de werkzaamheden zijn gestart vanaf oktober 2018. Maar een van de grootste uitdagingen voor de aannemer is dat er heel veel grondwater is. Dus er was een hele hoge grondwaterstand. Maar nu dat de weersomstandigheden meewerken, dan lopen de werkzaamheden wel vlot. Worden de wegen hier de Charlesburg geasfalteerd? Ja, de Charlesburgweg wordt geasfalteerd. Zoals u gemerkt hebt, is de bestaande situatie van de Charlesburg heel erg slecht. We hebben heel veel wegverzakkingen. Het asfalt is verschoven, er zijn heel veel verschuivingen. En er is al geprobeerd in het verleden om deze te repareren. Maar omdat het geen structurele aanpak was, dan bleef het dan ook niet voor zo'n lange periode goed. Of de kwaliteit bleef niet zo goed. En nu met de structurele aanpak, dan zullen die, de slechte situatie zal dan tot het verleden behoren. We hebben gemerkt dat de werkzaamheden vlot verlopen. Is het zo dat er nog meerdere wegen binnen Paramaribo aangepakt zullen worden? Ja, binnen het Dalian 4 project, dat is een subcontract Dalian 4, worden er ook op andere resorten gewerkt. En binnen resortcentrum wordt ook nog de Kalkbranderstraat gedaan. De Leemsteeg is al afgerond, de Krommelinstraat is al afgerond en de president de Kostelaan wordt weer opgepakt. Hoe verliepen de voorbereidingen naar deze dag toe? Nou, de voorbereidingen liepen gestaag. We hebben eerst natuurlijk de voorontwerpen gehad. Alle vooronderzoekingen zijn gedaan. De nutsbedrijven werden bijgehaald. En zoals u merkt, hier in het weggedeelte ter hoogte van de Kwattenweg, wordt ook nog door de SWM en de EBS hun werkzaamheden verricht. Wat is de inzet van de buurt bij deze aanpak? Voordat de werkzaamheden van de aannemer starten, wordt er door de directievoerder zo een meldingsbrief gedaan in elke brievenbus van de buurtbewoners. En tot nu toe hebben we wel de volledige medewerking gehad van de buurt. De werkzaamheden aan de Kalkbranderstraat verlopen ook vlot. Ze zijn in het weggedeelte vanaf de Dr. Sophie Redmanstraat tot aan de Hoge Straat is men reeds afgerond met de rioleringswerkzaamheden. En ze zijn nu al bezig met de nieuwe wegfundering waarbij ze ook de nieuwe basecourslaag nu aanbrengen. En in het weggedeelte vanaf de Hoge Straat tot aan de school, daar zijn de nutsbedrijven bezig met hun werkzaamheden. De basecourslaag is een laag grind die aangebracht wordt op de klinkzandlaag. En dat geheel vormt dan de wegfundering. Het is ook een gehele funderingspakket dat ervoor zal zorgen dat de weg voor langere tijd goed blijft of de duurzaamheid verlengd wordt. In het nieuwe wegfunderingspakket komt dan een klinkzandpakket voor, een basecourslaag daarop en daarna worden de bestratingstenen daarop geplaatst. En de Kalkbranderstraat die zal dan een wegbreedte hebben van 5 meter en dan ook voetpaden aan weerszijden van 2 meter.